The story you are about to hear is true. Ik ben altijd al een boekenwurm geweest. En in de jaren 80 was er net een nieuw bibliotheekdecreet dat de bibliotheken een enorme boost heeft gegeven. En ik was toen werkloos, net als zoveel anderen. En ik was aan het uitkijken naar een leuke job en ik dacht, dit is nu echt iets voor mij. Ik ben die opleidingen gaan volgen en ja, nu zit ik hier, al zoveel jaren. Het is niet zo'n rustig beroep. Veel mensen denken dat, maar dat valt eigenlijk wel tegen als je daarvoor naar een bibliotheek gaat werken. Het leek mij gewoon leuk om... Je hebt contact met mensen, je zit tussen de boeken en andere media, die zijn er in de loop der jaren bijgekomen. Het leek mij gewoon een leuke job. Vroeger hing er in grote letters stilte of zoiets in de bibliotheek. Maar tegenwoordig is een bibliotheek eigenlijk meer, men streeft daar toch naar, meer een ontmoetingsplek van mensen. Niet enkel om in stilte te gaan zitten lezen en studeren, maar ook om andere mensen te ontmoeten, om andere dingen, andere werelden te ontmoeten en zo verder. Ik heb een beetje de algemene leiding van de bibliotheek. Ik coördineer al de activiteiten. Ik maak verslagen op van bijvoorbeeld de beheerraad van de bibliotheek. Ik ben ook een beetje de link tussen de BIP en het gemeentebestuur. Ik doe een beetje de PR van de bibliotheek eigenlijk. Ik vind de bibliotheek eigenlijk heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk heel veel dingen organiseren en zo. Ja, en als je veel dingen wilt organiseren, moet je natuurlijk zelf er ook achter staan. Een 9-to-5 job is een job in een bibliotheek nooit. Omdat bibliotheken 's avonds open zijn, zijn 's zaterdags open. Er is hier geen enkel personeelslid dat een 9-to-5 job heeft. De schoonmaakster uitgezonderd. Ik weet al dat dit een economisch en politiek boek is, want het is in de 300. Mensen die bijvoorbeeld graag een thriller lezen, die weten dat ze zo'n revolvertje op de rug van een boek moeten hebben. Prentenboeken die hebben net een nieuwe indeling gekregen. Vroeger stonden die alfabetisch, maar ja, die kleintjes die kennen het alfabet niet. En nu zetten we die per thema. En dit is gevoelens, gedrag. Maar wij moeten er nog een beetje naar zoeken. En dat staat hier, het zal hier aan de andere kant. De vroegere bibliotheek achter mij, die is op het eerste zicht niet zoveel veranderd. Zelfs niet als je binnenkomt. De brandveiligheid is volledig aangepakt. Het gebouw is volledig gecompartimenteerd. De toekomst van de bibliotheek en de bibliothecaris is eigenlijk vrij onzeker op dit moment. Alles is zo snel aan het evolueren. Vroeger was het verplicht dat elke gemeente een eigen bibliotheek had. Tegenwoordig is die verplichting er niet meer, maar de meeste gemeenten houden wel vast aan hun bibliotheek. En gaat hem blijven bestaan? Gaat ze niet blijven bestaan? Gaan mensen op een andere manier aan hun informatie geraken? Die evolutie is nu al bezig. Wij lenen nog films en muziek uit, maar er zijn tegenwoordig andere manieren om aan films en muziek te komen. Ook boeken, gaat dat blijven bestaan? Gaat dat meer e-books worden? We weten het eigenlijk niet goed wat het gaat zijn. Wij willen sowieso een andere weg inslaan. Vroeger was een bibliotheek een plek waar mensen boeken kwamen uitlenen. Wij willen daar meer een gezellige ruimte van maken waar mensen komen lezen, elkaar komen ontmoeten. Op het internet kunnen surfen, enfin ja, al die dingen doen, naar muziek luisteren en ook nog de dingen ontlenen natuurlijk.